meneer Eertmans, hoe typeert u deze troonrede? Zakelijk verhaal. Het ging volgens mij over grote veranderingen die op ons afkomen. Waar we met open vizier naar moeten kijken. Dan denk ik, ja, die zie ik ook, maar wel een paar andere dan de koning. Het ging volgens mij voor de helft over duurzaamheid, klimaatverandering. En daar gaat dan, als ik het goed bereken, 50 keer meer naartoe in deze begroting dan naar een punt als lastenverlichting. Terwijl de energierekening duurder wordt, weet je, de huren stijgen, de brandstof is duurder geworden, boodschappen doen is duurder. Ja, gaat het wel dus, om extra nieuw beleid, hè? Ja, maar daar gaat wel 7 miljard naartoe, gevolgd. Zeggen ze door het agendafonds. Maar als je dat goed bekijkt, zou dat alleen maar gaan over een klein deel van die 7 miljard. Dus wij vinden dat dat totaal niet in verhouding is. U zegt het enige wat ze eigenlijk doen lijkt geld naar klimaat. En dat vinden we uit evenwicht. Uit evenwicht.